We hebben een project proberen te maken wat echt een deel van de stad zou kunnen worden. Comfortabel is voor iedereen die er gebruik van maakt. En we hebben een project willen maken wat echt voor reizigers is. Ik ben Koen van Velzen en ik ben architect. Dit is de OV-terminal Breda. Dit is veel meer als een station. Dit is eigenlijk een deel van de gebiedsontwikkeling. Het zijn 150 woningen, 20.000 vierkante meter kantoor, 10.000 vierkante meter winkel. Het is een treinstation, het is een busstation. Er staan 7.000 fietsen en er is een parkeervoorziening voor 720 auto's die we op het dak een plek gegeven hebben. Ik bedacht een bakstenen gebouw, 3,25 miljoen stenen. Wijzigingen die door opdrachtgevers voorgesteld zijn, zijn gecodeerd in steencodes en hebben geleid tot de verschillende vlakken achter elkaar. We hebben geprobeerd het hele gebouw een constante kwaliteit en detaillering te geven. Een noodtrap heeft dezelfde kwaliteit als een trap midden in de terminal. En die hebben ook een heel duurzame kwaliteit. We hebben geprobeerd een gebouw te maken waar alle verkeerssoorten vanzelfsprekend op elkaar aansluiten. Ik vind openbaar vervoer heel belangrijk. Ik denk dat dat veel beter kan. Dus mijn hoop is dat die lijn van zoveel aandacht geven en met die kwaliteit stationsgebieden verder ontwikkelen, dat die doorgezet wordt. En ik denk alleen dat meer mensen gebruik gaan maken van openbaar vervoer als het ook aantrekkelijker is om er te zijn.